ermee. De grens Nederland-Duitsland, waar nu op dit moment diverse teams van de Europa Run passeren. Gisteren, de zaterdag voor Pinksteren, is de Europa Run op twee plaatsen. In Parijs en in Hamburg. Nu op dit moment zijn we op de route naar Hamburg. En hier passeren nu op dit moment de nodige teams. Maar voordat we gaan kijken wat er vandaag allemaal gebeurt, even terug naar de beelden van gisteren. Gisteren om 12:47 startte het team van Mammoetrunners. Het enige Schiedamse team wat op deze route aanwezig is. Nou, die gaan we voor de rest van de dag volgen. Maar eerst nu even terug naar de beelden van gisteren. De start in Hamburg. Heren, een hele goede morgen. Goedemorgen. Op de grens Nederland-Duitsland. Eerste nacht, hoe is die bevallen? De nacht was heftig. Het begon om 12 uur met lopen, 12 uur s'nachts. Dan kom je er om 6 uur s'morgens uit. Dan heb je het wel even gehad, zeg maar. Dan is de slaap, zeg maar, je overwint het van de spierpijn. En hoe is het nu met de spierpijn? Ja, het is nu weer goed. Net een massage gehad en we gaan er weer tegenaan de komende 6 uurtjes. Ja. Dus. Liggen jullie een beetje op schema? We liggen volgens mij precies op schema. We hadden verwacht dat we een klein beetje vooruit zouden lopen op schema, maar we lopen nu op schema. Dus. Nou, dat is toch keurig. Dus dat betekent morgenmiddag gewoon rond een uur of drie de koolsingel op. Alsof. Om daar een grootste onthaal te krijgen. Klopt, als alles mee zit, dan gaan we dat gewoon halen. Maar we moeten nog een. Hoeveel kilometer moeten we nog? 300 of zo? Nou ja, 310. Dus er kan nog heel wat gebeuren onderweg. Er kan nog heel veel gebeuren. Want hoeveel kilometers moeten jullie nu afleggen van Hamburg naar Parijs toe? 580 kilometer. Klopt, ja. Aardig stuk. Voor mij ook de eerste keer hoor. Ik heb het nog nooit. Ik vind het erg leuk. Maar ja, ik ben aan het fietsen mee, maar geweldig. Een leuke ervaring. Je eerste keer? Ja. Ja, en dan is het natuurlijk. Ook wel een klein beetje spannend. Het is heel spannend. Dat ik, toen we gisteren starten, je weet van God niet waar je aan begint. En, ik vond het echt alleen maar positief. Echt heel leuk. En etappes van ongeveer 60, 65 kilometer die je moet overbruggen. Ja. En gewoon de volledige 65 kilometer dan op de fiets? Nee, we zijn met z'n drieën. We fietsen met z'n drieën. En dan zitten er twee op de fiets en dan één navigeert mee in de auto. Bij de bus, zeg maar. Dus van de 60 kilometer heb je er toch zo'n 35 tot 40 kilometer in de benen. Dat klopt. Ja. Ja. En hoe is het voor de lopers? Wat is jullie wisselschema? We wisselen nu om de 1,5 kilometer. En dat is goed vol te houden ook met deze temperaturen? Want ja, vorig jaar was het natuurlijk koud. Klopt. En nu warm? Hartstikke warm. Ja, klopt. Nee, het is vol te houden, veel drinken. Ik denk dat we wel heel snel terug gaan stappen naar kilometers. Hoor. Dus we gaan niet lang meer duren of we gaan kilometers lopen. Ja. Maar je krijgt nu nog wel een aantal hele mooie stukken voor de boeg. He, zo meteen door Emmen, door het dierenpark heen, heb ik begrepen. Ja, klopt. Ben benieuwd. Ik heb echt zin in om daar doorheen te lopen. Ja. Wij rennen er doorheen, dus dat is leuk. Ja, ja, ik zag net in Zeelingen ook dat de mensen daar toch al een klein beetje weer ook de Europa Run koorts krijgen. Die normaal vanuit Parijs naar Rotterdam tegenkomt. He, hier ook de versierde straten. Dus. Ja, mooi om te horen. Leuk. Ik heb er zin in. Perfect. Mannen, dankjewel en heel veel succes in het laatste stuk. Ja.
staan nu Mariska Schijbelen en Lars de Haas. Mariska, teamcaptain. Lars, een van de lopers. Lars, dit is jouw eerste roperun als loper, heb ik begrepen. Ja. Hoe is het bevallen tot nu toe? Het is zwaar. Het is warm. Zwaar. Ja? Zwaar in de zin van fysiek of gewoon de temperatuur die je gewoon heel erg tegenvalt? Nou, de temperatuur is eigenlijk wel lekker, maar je merkt gewoon dat het wel daardoor de spieren wel sneller aan hun max zitten. Dus eerder loop je tegen een stukje verzuring aan? Ja, inderdaad. Vooral de afgelopen etappe die we hebben gehad aan het einde, de laatste 20 kilometer, was wel pittig. Moeie benen, zware benen. Een wisselschema van 2 kilometer, 1,5 kilometer per loper? Ja, we zitten nu nog op 1,5. Daar gaan we dadelijk ook weer mee beginnen. Maar dat zal waarschijnlijk rond halverwege de volgende etappe, dus na een kilometer of 30 zullen we wel stukken van een kilometer gaan lopen, want anders is het niet meer te doen. Zeker nu het zonnetje doorkomt. Ja, de temperaturen lopen vandaag ook weer op naar gauw een 25 graden, dus dat hakt er dan hard in. Ja, dat gaat hard, ja. Maar veel dekstro en water en dan komen we naar aardig eind. Ja. Hoe was het gisteren in Hamburg? Het was erg leuk. Het was heel gezellig, heel erg druk. Het feestterrein was leuk ingedeeld ook, het startterrein. En het was natuurlijk prachtig mooi weer, dus iedereen was gewoon in zo'n vrolijke stemming. Dus het was één groot feest. Maar Schiedam was gistermiddag toch bewolkt, sombertjes. Hamburg, zonnig, warm? Stralend, zonnig, strak blauw, geen wolkje te bekennen en iedereen zat heel graag in de schaduw. Nou, dat is natuurlijk heel fijn om te horen. Die is de stuk ook helemaal goed verlopen? Ja, de eerste etappes zijn ontzettend goed verlopen. We liepen echt perfect volgens het draaiboek wat we eigenlijk van tevoren hadden gemaakt. De etappenverdeling, de tijden die we hadden ingeschat. En kon niet beter. Perfect. En hoe is het nu met de lopers? Iedereen nog gezond? Nou, we hebben wat blessures hier en daar. Dus dat gaan we nu eerst even goed oplappen. En dan daarna gaan we weer vrolijk verder. Het volgende, de wissel, de verwachte wissel, die is er met 10 minuten, kwartier? Ik verwacht ze over misschien wel een minuut of 5. Dus, kijk, dus kom je zo aan. Dat verloopt heel voorspoedig. Ja, dat loopt nog steeds helemaal volgens schema. Dus ondanks blessures nog steeds volgens schema. En dat betekent dan hoe laat weer morgen op de koolsingel? Ja, ik denk nu tussen 3 en 4 uur. Daar hou ik hem even op. Nou, dat is toch een hele mooie tijd om aan te komen. He, minder in de drukte. Prima tijd en het bier zal klaarstaan. Zo, ik heb intussen Sellingen weer verlaten, heb de route een heel stuk gevolgd en ben nu aangekomen in Emmen, bij de achteringang van het dierenpark. Een deel van de route loopt dwars door het dierenpark heen en ja, daar worden de lopers zo meteen stilgezet om keurig netjes wandelend door het park heen te gaan en dan aan de buitenzijde van het dierenpark weer door te gaan met hun tocht. Goedemorgen. Hoe is zo vanmorgen? Ja, een beetje nat, maar gelukkig weer droog. Dus de spirit zit er weer goed in. Je hebt geluk dat je nu niet direct eerst de berg op hoeft. Dat je nu lekker weer naar beneden kan. Ja, nee, dat is goed eigenlijk. Onze beste loper die loopt hem omhoog. En dan kan ik eventjes een stukje vlakken naar beneden. Okay.
Dag 3 van de Europa Run. We zijn nu aangeland in de Betuwe. En ja, zoals je ziet, na een nacht met regen en onweer schijnt nu het zonnetje weer. En zijn de weersomstandigheden weer redelijk goed. De temperatuur is lekker. Dus hopen dat het zo blijft tot Rotterdam. We gaan weer verder met het volgen van het team 174 Mammoet Runs. En kijken hoe zij naar Schiedam, CQ Rotterdam komen. Nou, nog een klein stukje. Als we even droog blijven lekker zijn, dan zijn we er weer. Waarom? Zeker. En hoeveelste roperun was dit nu voor jou? Voor mij de derde. Ja. Goed bevallen. Zeker weten. Ja, we hadden 3 keer de scheepsrecht, hè? Ja, zou je zeggen. Dus. Inderdaad, nee, het is een mooi evenement. Goed. Hoe is het nou, Lars? Goed hoor. We zien het laatste stuk. Ja, wordt wel gezellig, denk ik. Waarom? Wat een spannend weer die koolsingle, hè? Ja, koolsingle niet zo, maar alles daarvoor wel. Daniel de Hoedkliniek natuurlijk. Ja, dat is een emotioneel stuk. Ja, dat is even janken. Maar hoort erbij. Zeker weten. En dan de koolsingle is natuurlijk wel ja, groot, apart, leuk, gezellig. En een biertje.